Ja, dames en heren, van harte goeiedag. Welkom in een gloednieuwe aflevering van de Lucky D Show. En jullie zijn dit een beetje gewend, zo af en toe komen we met specials. En vandaag was een belangrijke dag, want we hebben weer een volledige voorselectie. Het nieuws is vanochtend een uur of drie terug, of twee, drie terug is het verstuurd naar de pers. De verschillende social media outlets, onder andere de site van de SVB, hebben jullie natuurlijk de volledige voorselectie gezien. We willen eventjes praten natuurlijk met de man himself, Brian Tevreden, om uit te leggen hoe dit alles gegaan is en waarom deze zes nieuwe spelers erbij zijn gehaald. Dus Jeff, als je het goed vindt, you know, you're the boss. Kunnen we Brian Tevreden er gelijk bij halen? Na de tune, dan brengen we de man himself erin voor de herkenning. Okay, yes! Yes, tot sir. Zo! Ja, dames en heren, welkom terug. Zoals eerder aangegeven is de voorselectie bekend van onze nationale voetbalselectie. Het is eerder vanmiddag bekendgemaakt, zoals gisteren beloofd. En we hebben een hele speciale gast natuurlijk in ons midden. De man himself, Brian Tevreden, heeft tijd vrijgemaakt om ons eventjes snel uit te leggen over wat er de afgelopen periode gebeurd is en hoe we op deze 33, 32 namen zijn gekomen. Dus, without further ado, mag ik aan jullie introduceren, Brian Tevreden. Daar gaat die. Ja, Thiago, Jeff, breng hem erin, want we struggelt hier zo lang aan regie. Welkom, Mr. Tevreden. Overigens, erbij vertellen dat deze voorselectie is gemaakt op basis van de vriendschappelijke partij die Suriname straks gaat spelen tegen Thailand. Want ook dat nieuws is gisteren bekend geworden. En moet er dus getraind worden. En worden voorbereid naar die partij. Toch, meneer Brian Tevreden? Je viel even weg, hoor, Jeff. Hoe viel ik weg? Ja, hij zei dat we deze namen bij elkaar hebben gehaald voor de oefenwedstrijd die we straks gaan spelen. Later deze maand tegen Thailand. Ja. Dus daarvoor hebben we deze 30 namen. Misschien kunnen we meteen praten over de zes nieuwe spelers, Joey Roggeveen, Javaan Anderson, Kelvin McIntosh, Yannick Wildschut, Leandro Kappel en Jeredy Hilterman zijn de zes nieuwe spelers. Wat wil je ons vertellen over het proces om deze mensen erbij te halen? Nou ja, ik had al bekendmaking van de bondscoach hebben we dit al natuurlijk besproken. We hebben een behoorlijke lijst. En natuurlijk heb je een lijst in gradaties. Je hebt de toppers, om het zo maar even te benoemen. En er is een lijst met 7 spelers voorbijgekomen. Waar het vandaan komt, weet ik niet. En het is wishful thinking, om het zo maar even te benoemen. Maar ook die spelers staan bij ons op de lijst en stonden bij ons op de lijst. En dat kan ik ook onderbouwen met stonden. Aantal van die spelers wil gewoon niet voor Suriname spelen. Het is misschien heel hard. We hebben een aantal gesprekken gehad met spelers. Op die wishful thinking lijst, om het zo maar te benoemen. En een aantal jongens hebben gewoon aangegeven dat ze geen binding hebben met Suriname. En niet voor Suriname willen uitkomen. Dus dan kun je hoog of laag springen, maar dan ben je ook gauw uitgepraat. En we hebben toch nog 2-3 keer pogingen gewaagd samen met de bondscoach om gesprekken te voeren. En het is op niets uitgelopen. Je zegt het mooi, geen binding hebben met Suriname. Wat is voor de tevreden groep de belangrijke... Wat is belangrijk voor jullie om spelers bij de nationale selectie te halen? Zijn er een paar criteria en zo ja, wat zijn die? Oh ja, natuurlijk. Je hebt natuurlijk criteria. Je moet op een bepaald niveau spelen natuurlijk. Je moet veel wedstrijden maken, dus veel minuten maken. Je kijkt natuurlijk ook naar de achtergrond en de opleiding van de speler. En natuurlijk heb je profielen op posities die de samenstelling wat de bondscoach samen heeft gemaakt. Daar moet je spelers op gaan vinden. En dat zijn een aantal criteria die we hebben om jongens te laten neutraliseren, om het zo maar te zeggen.
Je geeft aan dat sommigen gewoon niet voor Suriname willen spelen. Dan ben je natuurlijk snel uitgepraat. Maar, ja. maar schrik je daarvan? Ja, ik moet je eerlijk zeggen, en de bondscoach ook. Kijk, in mijn periode dat ik zelf voetbalde, was een merendeel van de jongens die heel graag op Suriname wilden spelen. Alleen het was niet mogelijk, omdat je die dubbele paspoort niet had. Wat je nu gewoon ziet, is dat de generatie van nu, en hoe pijnlijk dat ook is, dat ze gewoon die binding gewoon niet hebben. En een aantal zeggen, ja, ik ben nooit in Suriname geweest. Ze horen vervelende verhalen natuurlijk, wat er afgelopen periode bij de Gold Cup is gebeurd. Dus ja, dat probeer je allemaal goed te praten. Je hebt een presentatie, de bondscoach komt erbij met een stappenplan. Ja, en als ze dan gewoon heel hard zeggen, ja, ik voel niet om voor Suriname te spelen. Ja, dan nogmaals, dit ben je uitgesproken. Toch zie ik dit als, kijk, Dean heeft natuurlijk de eerste stap gezet om de dubbele nationaliteit bruikbaar te maken. Ik zie dit als een tweede stap. Wil dat zeggen dat de deur gesloten is voor de spelers die op dit moment geen interesse hebben? Ik neem aan van niet. Nee, ja, het sluit de deur voor niemand. Kijk, het is wel zo dat je wil graag voor een land uitkomen of niet. Ik zit natuurlijk als een hele eer. Vooral als Suriname je vraagt. Ik heb van de week nog een interview gezien van Haps. Die hartstikke blij is dat hij die stap heeft gemaakt. En wat hij niet eerder heeft kunnen maken. En dat is een mooie boodschap. En net wat ik terecht zeg, een aantal jongens. Ik denk dat ze niet weten wat ze missen, om het zo maar te zeggen. Je moet met je volle hart en volle 100% voor je land kiezen. En als je dat niet wilt, ook goed. Ik heb het ook al een keer in een interview gezegd. Je mag ambitieus zijn. Maar je moet ook realistisch zijn. En een aantal jongens hebben gezegd, ja, ik wil nog vechten voor het Nederlands elftal. Oké? Dat moet je respecteren. En over de nieuwe spelers, de 6 nieuwe spelers, wat kunnen we verwachten? Want ik heb natuurlijk wel de afgelopen periode flink wat research kunnen doen over deze mannen. Ja. En ik word krommig geappt van, leuk, deze zijn, wat kunnen we verwachten van ze? En wil je 1 of 2 eruit pikken? Als ik naar een Kappel kijk. Kappel is een jongen die volmondig ja heeft gezegd. Die ook altijd hier in Nederland voor Suriname heeft gespeeld op het niveau, om het zo maar te zeggen. Een jongen die technisch is, veel doelpunten maakt. En waar hij ook speelt. Maar eigenlijk wat ik veel belangrijker vind, is dat hij zich echt Suriname voelt. En dat trekt natuurlijk. Na 1 gesprek was hij al over. Natuurlijk een paar goede vragen. Maar dat stemt zeer positief. Ik zie dat op... Ga maar door. Nee, sorry. Ga maar. Ja, als je Javon Anderson opzoekt bij Transfer Market, als je hem opzoekt op Wikipedia, zie je dat hij als verdediger staat. Toch heeft Stanley Menzo hem geregistreerd als middenvelder. Wat natuurlijk speelt hij ook partijen op het middenveld, maar wat wil je ons daarover vertellen? Javon is een veelzijdige voetballer, middenvelder, annex en verdediger. Javon komt uit de Ajax-opleiding, heeft een goede stappen doorgemaakt, uiteindelijk een goede transfer naar Lazio, door een trainingswissel buiten de boot gevallen, uiteindelijk nu weer verhuurd naar Zwolle. Komt daar meer uit als wingback. Maar was eigenlijk aangetrokken als middenvelder. Maar toevallig dat er een plekje op rechtsback kwam, moest hij dat invullen, heeft hij goed gedaan. Dus, maar het is een jongen met een fantastische drive. Onvermoeibaar. Op en neer. Dus ook dat. Die had een moeilijke keus. Omdat hij uiteindelijk ook voor Jamaica kon uitkomen. Zijn moeder is Surinaam, zijn vader is Jamaicaans. Dus ik denk dat zeker een toevoeging is. Want Jamaica is dat ook achter hem aan. Dus uiteindelijk heeft hij voor Suriname gekozen. Dat is heel lekker. Een van de jongens met een vrij ruime CV, als ik kijk naar wat hij allemaal gedaan heeft, is Yannick Wildschut, ook aanvaller. Boeroe, zo noemen ze hem, Boeroe. Een jongen die een goede carrière heeft. In Engeland gespeeld, in Nederland goede transfers gemaakt. In Engeland veel goals heeft gemaakt, fysiek sterk. Super snel is. Die makkelijk eigenlijk in de 16 zijn goaltjes meepik. Dat is niet onbelangrijk natuurlijk. Om iemand die makkelijk goals kan maken.
Ja, hij speelt nu in Bulgarije, bij CSKA Sofia. Niet een van de kleinste teams. Ja. Sofia is multikampioen van Bulgarije. Ja. Hoe is hij daar beland? Heeft hij daar zijn zin? Hij heeft zijn gezin. Het is een jongen die uit Amsterdam-Noord komt. Zijn vader Surinaams is. Maar het leuke van Yannick ook is dat hij heel graag voor Suriname wilde spelen. Hij voelt zich meer Surinaams dan Nederlands. Dus dat is ook, ze noemen ook niet van iets boeroe. Dus, maar het is een jongen, een goede jongen, een professionele jongen. En ik denk dat we echt wel veel meer van Yannick gaan horen. Mensen ook kennis met hem gaan maken. Ook een vrij lange spits. Ik zie hij is 1,87 en hij is ook linksbuiten. Nog al een druk bezette positie nu bij Nacho. Als ik praat over onze man bij Union Berlin Becker. Ja. Maar dan hebben we nog dat fris talent dat we, die we gisteren in onze uitzending hadden. Jamilio. En dan hebben we ook nog die positie, in principe onze topscorer die ook links kan spelen in de punt. Ik heb het over Gleofilo Vleiter. Ja. Die kan dus diep spelen, maar die kan ook op links spelen. Maar hebben we een type spits als hem? Het eerste wat me opvalt is dat hij heel lang is, 1,87. Dat is vrij lang voor een linksbuiten. Mm-hmm. Ik denk dat je verschillende types moet hebben en meerdere smaken moet gaan denken. Het is ook wel eens lekker als je een grote spits hebt, maar ook eindelijk dat hij op de buitenkant kan spelen, want dat heeft hij ook heel vaak gespeeld. Dus net wat ik terecht zeg, je moet verschillende types spitsen en buitenspelers hebben. Dus daar is hij eentje van. Wat me opviel van Wildschut was dat... Kijk, je hebt gepraat over spelers die niet willen uitkomen voor onze selectie. Zeker op dit moment niet. Ik heb een beetje het gevoel alsof het tegenovergestelde was bij Yannick. Ik heb juist het gevoel alsof we hem niet gescout hebben, maar alsof hij zich aangeboden heeft. Klopt dat verhaal? Bijna. Bijna. Nee, Yannick stond ook op de lijst natuurlijk. En, wat het mooie van Yannick is dat hij... zelf al een hoe is het, maar weet je, eigenlijk al willen zeggen, ben een sprong om voor Suriname te willen spelen. Maar hij wist niet dat hij al op de lijst stond en dat we hem aan het volgen waren en of je ze niet aan het maken waren aan die criteria's en daarvoor deed hij aan. Dus, Oké, voor mij, voordat we je laten gaan, Ivenso Comvalius, heb je nieuws daarover? Ivenso, we zijn allemaal fan van Ivenso. Het is natuurlijk sneu dat hij nog geen club heeft. Hij was bijna rond met een club in Griekenland. Maar door omstandigheden wat niet helemaal goed af is gelopen. Wat ik wel weet is dat er nu een club in Spanje, in tweede of derde niveau, die geïnteresseerd in hem is. Dus het is sneu dat hij nog geen club heeft. En de criteria, een van de criteria's van de bondscoach is dat je moet een club hebben, anders kom je niet in aanmerking. Maar dat de bondscoach hem een groot fan van hem is, dat is super duidelijk. Mm-hmm. Dus het is gewoon jammer even. Oké, misschien moeten we het even kort hebben over de twee afwezigen in de selectie. Want ik zie ook al een vraag in het commentaar over bijvoorbeeld Shaquille Pinas, die er niet is. Weet je waarom hij er niet bij is? Ja, Shaquille is geblesseerd. Dus die wordt geopereerd aan zijn schouder. Oké. Vandaar dat hij niet bij is. Ja, dat is leuk. Ja. En de andere opvallende afwezige is natuurlijk Lewin, die de overstap heeft gemaakt van AZ naar, eerste divisie club Almere. Ja, die is gepasseerd. hij lijkt het daarop houden, is gepasseerd. Ik zeg het gewoon, hij heeft ons laten zitten. Hij is niet op komende dagen, dus die heeft laten merken dat hij niet voor zijn land wil uitkomen. Niet gezegd, maar ook niet netjes afgemeld. Dus that's it. Oké, dan houden we het daarop. Ja. Ik zie ook een hele leuke opmerking hier van een kijker over ons nieuw talent dat die zich bij de selectie heeft aangesloten. Dat is dus Jamilio. En...
is misschien een advies aan jou, ik weet het niet. Misschien kunnen we gisteren geluisterd en hoorde dat Richters nog geen zaakwaarnemer heeft. Please protect him against the Sharks. Bericht voor Brian Tevrede. Keep up going, doing the good work, guys. Groetjes vanuit de Unie van Arabische Emiraten. Hallo, meneer. Of het is mevrouw. Mevrouw Bianca Verhoef Rodriguez. Mooi. Ja. Mooie vraag. Mooie vraag. Ja, ja, kijk. Natuurlijk probeer je mensen te helpen. En dat doe ik nu zelden met Convalius om hem onder te brengen. Alleen je moet wel gaan oppassen dat je niet met dubbele pet gaat lopen, natuurlijk. Ik heb nu de pet op van de SVB. En je moet geen dubbele pet op hebben. En touwtjes aan twee kanten willen gaan trekken. Dus waar ik kan helpen, zal ik zeker helpen. Maar het moet niet zo zijn dat iedereen gaat aansluiten of dat ze daar moet je gewoon voor oppassen. Maar je zou me ook kunnen voorstellen aan een collega, toch, bijvoorbeeld? Bedoel, zeker. Kijk, nee, als ik hem kan helpen, ga ik hem zeker helpen. En dan wat je terecht zegt, kan hem ook bij iemand anders laten onderbrengen. Maar ik wil daar wel voor oppassen. Want het moet geen dubbelspel zijn of dat mensen gaan denken dat je van twee balletjes probeert te eten. Dan moet je voor oppassen. Maar die opmerking over Sharks is eigenlijk niet zo gek, want gisteren ontdekten we dat hij op de Transfermarkt nieuws, profiel, ja, dat hij zou zijn aangesloten bij een of ander makelaar, maar hij weet daar niks van, dus ik weet niet of mensen goed proberen te vissen naar de man en ergens op een lijst. Ja, als je op transfermarkt.nl gaat, dan zie je dat hij staat onder de spelersmakelaar Pan American Calcio. Dat is een makelaarsgroep die voornamelijk spelers hebben van Jamaica, Trinidad en Cuba. Dat soort spelers. Maar hij wist er zelf niets van. Dus ik neem aan dat gewoon dat niet waar is. Ja, je hebt een hele, hele grote groep glory hunters, om het zo maar te zeggen. En dus de opmerking Sharks snap ik wel en begrijp ik ook wel. Dus, maar goed, Jamilio is een jongen die veel potentie heeft. En als hij zich zo blijft ontwikkelen, zeker iemand met een goede toekomst. Dus waar ik kan helpen, zal ik zeker helpen. Oké. Brian, hartelijk dank voor je tijd. We gaan de spelers eventjes ontleden de komende 10 minuutjes. En dankjewel voor je tijd en we hopen elkaar snel weer te spreken. Zeker, doe ik. Jeff. Ciao. Thank you. Ciao. En bye. Succes met je werk. Brian Tevreden, dus ik zag in de comment sectie voorbij gaan dat jullie een overzicht wilden over de 6 nieuwe spelers. Dat kan uiteraard. Ik heb niet de beste job gedaan. Zoals jullie zien hier ben ik niet de beste visual guy, maar we gaan dit proberen om het wat beter te zetten. Maar als je goed kijkt, zie je dat Joey Roggeveen de nieuwe doelman is van onze nationale selectie. Zijn club is Ajax. Momenteel speelt hij voor Jong Ajax. Javan Anderson is een middenvelder / verdediger. Kelvin McIntosh, die speelt al een aantal jaar centraal in de verdediging voor Cambuur. En hij zal dus ook aansluiten. Yannick Wildschut, hebben we eventjes over gepraat. Zo net, hij is oud-teamgenoot van Charon Cherry en speelt nu voor CSKA Sofia. Leandro Kappel, die speelt momenteel in Turkije in de Super League. En natuurlijk Jared Hilterman. Dat zijn de 6 nieuwe spelers die erbij zijn. Hij speelt voor NAC Breda, heeft dit seizoen nog gespeeld voor Emmen. Vorig seizoen stond hij op de nummer 5 positie qua topscorers in de eerste divisie. Dus Jared is natuurlijk meer dan welkom. Jeff, over welke spelers wil je het hebben? Laten we het eventjes snel over die 6 nieuwe spelers hebben en dan naar de volledige lijst kijken. Ja, sowieso, de doelman die is denk ik eentje voor de toekomst. We hadden er al een jonkie in, maar laat me dan voor de goede gang van zaken eventjes die lijst van spelers erbij halen. Dat is dus de spelers die we dus hebben daar, om eventjes vooruit te lopen op zaken. Dus waar gaat sowieso de nummer 1, Kleidel Kohinar. En die ene andere jonge speler waar ik het over had is Ishan Kort, die tegenwoordig voor Jong Sparta speelt in Rotterdam. En dus nu hebben we erbij Joey Roggeveen van Jong Ajax, die dus speelt in de eerste divisie met Ajax. En dus altijd kan doorstromen naar het grote Ajax, zijn talent.
En nog onze eigen Obrendo Huiswoud van Inter Mungadapu. Maar deze Joey Roegeveen moeten we dus gaan zien aan het werk. En ik hoop dat hij van waarde kan zijn als talent. Ik denk niet dat hij zomaar geselecteerd is. Want hij is waarschijnlijk dus een talent die wij dus in de gaten moeten houden. Kijk, hij is zeker een talent. Hij speelde eerst voor Volendam. Nee, heeft de jeugd onder andere gespeeld voor Ajax en AZ. Maar AZ die had toen een samenwerking met Telstar. Dan is Joey heeft uiteindelijk gekozen. En ja, omdat ze die samenwerking hebben, zat hij een aantal wedstrijden op de bank bij Telstar. Toen is hij getransfereerd naar AZ. En vervolgens is hij... Sorry, toen is hij getransfereerd naar Telstar. En daarna is hij uiteindelijk naar Volendam gegaan en uiteindelijk speelt hij voor Jong Oranje. Het leuke van Jong Ajax. Het leuke van hem is dat hij op zijn debuut heeft Ajax gelijk Jong Ajax in de eerste divisie heeft meteen 3-0 gewonnen. En het was de eerste keer in 45 wedstrijden waarbij Ajax de nul heeft gehouden. Jong Ajax hebben we daarover. Wat ook leuk is van Roggeveen is dat zijn opa Surinamer is. Zijn oma is ook Surinamer, maar zijn opa, zijn achternaam is Baron. Dus dat is een zware keepersnaam om te hebben natuurlijk, ja, in Suriname. En dat maakt het uiteraard erg leuk voor hem. Hij zei me, we hebben eventjes geappt, hij zei me, hij kan niet wachten om het stokje over te nemen. Zeker met zo'n achtergrond. Zeker leuk. Ik bedoel... het bloedstroom waar het niet gaan kan, en als je een beetje baron in je bloed hebt, ja, en je bent ook nog keeper geworden, dan voorspelt dat veel goeds. Dus dat is een leuk weetje over deze Joey Roggeveen. De andere nieuwtjes op de lijst zijn er inderdaad, ik heb het al over, en de meest opvallende die mij dus zeker de aandacht van heeft getrokken, is dus die Yannick Wilschut, waar we het net over hebben gehad. Hij heeft dus een vrij grote staat van dienst. Hij heeft een aantal teams. Hij is begonnen ergens ook bij Ajax in de jeugd. Hij heeft de reis gemaakt naar Zwolle, naar VVV Venlo, Heerenveen, ADO Den Haag. En toen heeft hij de oversteek gemaakt richting Engeland. Bij Middlesbrough, Wigan Athletic heeft hij voor gespeeld. En zo wisselde hij iedere keer tussen Wigan Athletic en Middlesbrough, heb ik gezien. Toen maakte hij de oversteek naar Cardiff City, die op dit moment in de onderste regionen bengelt van de Engelse competitie. En hij heeft ook weer gewisseld tussen Norwich City en Cardiff. Norwich, Cardiff, Bolton Wanderers, hebben we net gehoord van Brian Tevreden. Toen is hij naar het grote Maccabi Haifa gegaan, waar een van onze supersterren... help me even. Charon Sherry. Charon Sherry. Het vorige seizoen nog voor gespeeld. En heeft hij dus het afgelopen jaar de oversteek gemaakt van. Heeft twee seizoenen heeft hij gespeeld trouwens voor Maccabi Haifa. En toen heeft hij die oversteek gemaakt naar CSKA Sofia in Bulgarije. En CSKA Sofia is best wel een grote naam in het Europese voetbal, heeft vaker Europa League, Europa Cup 1 of 2 gespeeld. Dus die kennen we wel en ik denk dat we hem dan ook daar vaker aan het werk gaan zien in het Europese voetbal. En deze jongen lijkt mij een asset te kunnen gaan worden met dus de extra mogelijkheden die hij heeft wat betreft zijn lengte. Hebben we net van Brian tevreden begrepen. En hij is ook nog heel fysiek grote jongen. Dus interessant. Een aantal dingen over Yannick. Om mee te beginnen. Yannick is kampioen geworden met Wigan Athletic in de League One. Dus je hebt de Premier League, dan heb je de Championship en dan heb je de League One. En Yannick is toen uitgeroepen in de League One PFA Team of the Year. Dus hij is een speler met heel veel ervaring. Natuurlijk heeft hij goed contact gehad met Charon Sherry. Dus hij wilde heel graag uitkomen voor onze nationale selectie. En het is iemand waarvan we echt enorm veel zullen gaan genieten. Deze Yannick Wilschut. Dus ik kijk er ontzettend naar uit.
Een speler waar ik ook heel erg enthousiast over ben, die we nog niet echt uitgebreid hebben besproken, is Javan Anderson. Javan Anderson, die heeft dus gespeeld voor een aantal teams in Nederland, heeft in de jeugd gevoetbald voor Ajax, voor AZ, voor Cambuur. En van Cambuur is hij gegaan naar Bari. Maar op een goed moment kwam Bari in de financiële problemen en dan heeft Lazio een groot deel van hun spelers overgenomen. Dus Javan is nog steeds speler van Lazio Roma en met Lazio Roma heeft hij in Italië gespeeld. Heeft tegen mannen als Cristiano Ronaldo gespeeld. Heeft tegen mannen als Zlatan Ibrahimovic gespeeld in Italië. En zo iemand komt nu voor onze nationale selectie spelen. Het leuke is dat hij multi-inzetbaar is. Wat het mooi maakt is dat hij redelijk jong is, hij is 26 jaar en hij kan op het middenveld acteren. En dat is iets waar onze nationale selectie natuurlijk wel echt nodig heeft. Je gaat een niveauverschil zien wanneer Anderson erbij is. En zoals Brian zo net zei, dat Jamaica ook op zoek was naar hem. En hij ervoor gekozen heeft om voor de Surinaamse nationale selectie uit te komen. Dat doet ons ontzettend goed. En ik kan niet wachten om ook hem in actie te zien. Zeker weten. Een van de andere opvallende namen op de lijst is die van Jerdy Hilterman. En ik wil eventjes snel zijn profiel erbij halen. Ook zo een boerjongetje die toch wel een neus heeft voor doelpunten. Bij zijn vorige club waar hij vandaan kwam, FC Emmen, heeft hij er het afgelopen seizoen 9 ingeprikt en hij had 3 assists. En hij heeft toch wel best veel in de basis gestaan, 89%. Dat is dus niet niks. En hij heeft pas nog, vrij recent, bij de winter transferwindow, heeft hij de overstap gemaakt naar NAC Breda. Dus in de Eredivisie. Dus Emmen is gedegradeerd en NAC gepromoveerd en hij heeft de overstap gemaakt dus naar NAC Breda. Dus we kunnen hem nu ook veel beter in de gaten gaan houden. En ik denk dat hij als centrumspits, en daar hebben we dus niet heel veel van bij NAC op dit moment. Onze Griofilo die doet het goed, die is daar de grote man. Maar het is goed als wij een goede backup hebben en ik denk dat we in deze wel een goede backup hebben gevonden. Toch, Dion? Ja, Hilterman kan scoren. En net als wat Brian zo net zei, je bent op zoek naar verschillende smaken. Hij is natuurlijk een heel andere spits dan Cleo is. Hij is een aanspeelpunt waar de bal aan stikt. Dus je kan de bal naar hem toespelen en hij maakt positie daarvoor in. Cleo is een iets andere type spits. Hij is echt een speler die eigenlijk een beetje een scavenger. Iemand die goed kan intikken en goede actie heeft. Hij heeft snelheid. Hilterman is een klein beetje een andere type spits. En daar zijn we erg blij om. Vorig jaar heeft hij 19 doelpunten gescoord voor Emmen. Dit jaar heeft hij de helft van het seizoen voor Emmen gespeeld. Toen scoorde hij inderdaad die 8 doelpunten die je zei. En hij is natuurlijk teammate van Dion Malone. Dus dat wordt genieten van Jerdy Hilterman. Ja. Zeker weten. Ik las net Prichet. Inderdaad is het opvallend dat een heleboel van de spelers vanuit de Ajax-school komen. En jullie dwingen me gewoon om nu naar Young Ajax te gaan kijken. Ja, dus een mattie van me zei dit ook. Maar natuurlijk is het niet zo raar. De eerste is Amsterdam een van de grootste steden in Nederland. En heel veel Surinamers wonen ook in dit gebied. Dus het is niet zo raar dat heel veel spelers ook een Ajax-achtergrond hebben of ook een Feyenoord-achtergrond hebben. En behalve dat, ze hebben ook een hele hoog aanstaande voetbalopleiding, waar heel veel jongens hun voetbalopleiding gewoon gedaan. En daarna hun weg kiezen of ze gaan stromen door naar het grote Ajax als ze echt goed zijn. Zoals bijvoorbeeld nu de gebroeders Timber, Jurriën Timber en de andere Timber die naar FC Utrecht zijn gegaan. Ze kunnen daarna hun eigen weg kiezen. Maar Ajax leidt gewoon goed en staat bekend in Europa om een goede opleiding. Dus dat verbaast mij trouwens ook niet. En inderdaad, Ajax zit in Amsterdam, waar de meeste Surinamers ook wonen. Dus het is niet raar dat er daar ook veel jongens van Surinaamse komaf terechtkomen.
Oké, het lijkt me wijsheid dat we hebben niet heel veel tijd meer. Het lijkt me wijsheid dat we eventjes snel de totale lijst gaan bekijken. En laten we beginnen from the top. Dit is nu wel een stukje beter gedaan. Kijk, ik ben gaan oefenen. In het doel hebben we natuurlijk Warner Haan en hij speelt voor? IFK Göteborg. Gotcha Bori. Kleidel Koyner, Ishaan Korte die voor Jong Sparta speelt, Joey Roggeveen, Jong Ajax en Obrendo Huiswoud. Ik zag in de comment sectie al voorbij komen 5 doelmannen. Veel keuze. Er zullen uit deze 5 natuurlijk een stuk of 3 gekozen moeten gaan worden. We gaan uiteindelijk met 23 man richting Thailand. Damiel Dankerlui, terug van weg geweest. Kelvin Leerdam met zijn gloednieuwe ploeg LA Galaxy. Aanvoerder Ryan Donk, Kasim Pasa. Die goed doet met Kasim Pasa. Precies, en hij maakt regelmatige minuten. Mienti Abena, die we hebben gezien, dat ook gewoon uit de voeten kan als rechtsback. Maar natuurlijk ook kan spelen in een back 3, want voor Slovan Bratislava doet hij dat ook. Dion Malone, die een beetje de vaste partner is geweest van Ryan Donk. Kelvin McIntosh, die in de Eredivisie structureel speelt. Ook over McIntosh hebben we niet echt gesproken. Een ervaren speler. Nog steeds fit, nog steeds heel erg sterk. Dus ik kijk ook enorm uit om Kelvin McIntosh in actie te zien. Ricciano Haps, die we onlangs veel van hebben gehoord. Die voor mij een cruciale speler is en zonder twijfel een van de, als niet de beste speler van onze nationale selectie. En hij zal gaan concurreren met Anduelo Amuferi. Ja. Wat vind je van de lijst van de verdedigers, Jeff? We hebben een vrij stevige, stabiele verdediging met jongens die op dit moment goed draaien bij hun eigen team. Met name, ik doel dan op vooral Damiel Dankerlui, die is terug van weg geweest. Die had een blessure, heeft ook COVID gehad, maar heeft een terugbounce gemaakt en speelt nu weer vast bij FC Groningen en doet het elke week goed, want ik volg de wedstrijden een beetje en de samenvattingen. Maar ik ben heel erg trots. Vanmorgen las ik het artikel van Chanu Haps over dat hij eigenlijk het spijt van heeft dat hij niet eerder de stap heeft gemaakt, maar dat hij met zijn gehele hart heeft gekozen voor Nacho. En dat logenstraf eigenlijk het verhaal dat die jongens niet echt kiezen voor Nacho, maar dat ze dus, omdat ze dus niet kunnen in Oranje. Want dat is absoluut, een heleboel van die jongens maken ook doelbewuste keuze en hebben eigenlijk gewacht op het moment dat het mogelijk was dat ze konden spelen voor Suriname. En dat doet me enorm goed en heeft een heel mooi pleidooi gehouden voor Suriname. En hij zegt te willen schitteren voor en Venetia en binnen Nacho. Maar we hebben op dit moment een vrij breed veld aan goede verdedigers. We staan zeker geen slecht figuur in het Caribisch gebied. En het leuke van deze namen die we hier voor ons hebben is met uitzondering van Kelvin McIntosh en Anduelo Amuferi. Zijn al deze verdedigers multi-inzetbaar? Damiel Dankerlui hebben we gezien op het middenveld. Kelvin Leerdam, die kan overal spelen. Ik denk dat hij zelfs kan keepen. Ryan Donk, die kan ook heel makkelijk de voeten op het middenveld. Mienti Abena hebben we het daarover gehad. Dion Malone heeft dit jaar heeft hij het wat minder gedaan. Maar het vorige seizoen heeft hij ook heel vaak op het middenveld gespeeld. Dus daar, dat maakt het natuurlijk wel een stuk relaxer. En Ricciano Haps, die kan zelfs ook verder voorop spelen. Niet centraal als zodanig op het middenveld, maar hij zal niet vreemd zijn om te hebben op de linkerkant van het middenveld. Nou, de middenvelders. Javan Anderson, die momenteel speelt voor PEC Zwolle. Charon Cherry hebben we gisteren uitgebreid over gepraat. Hij speelt voor de kampioen van Israël, Maccabi Haifa. Roland Alberg, die terug speelt voor MVV Maastricht. Alberg scoorde dat schitterend doelpunt tegen Aruba. Diego Bisseswar, de artiest, is terug in onze nationale selectie. Rossello Fleiter is een interessante naam. Rossello Fleiter die heeft de hele tijd niet gespeeld voor Telstar. Toen heeft hij een aantal wedstrijden als linksback gespeeld. En is nu van vaste waarde bij de eerste divisionist.
bij Telstar. Ryan Koolwijk voor PEC Zwolle is de teammate van Javan Anderson en dus ook in onze nationale selectie. We hebben het middenveld, het duo van Serginho Eduard, Miguel Darsson, Inter Mungutapu en Bjorn Sandvliet. Je reacties op het middenveld? Ja, ook daar leuk middenveld, zeker dus met onze tovenaar Diego Bisseswar en Charon Sherry, maar ook Ryan Koolwijk die een goede indruk heeft achtergelaten in de laatste twee oefenpartijen en dus weer helemaal terug schijnt te zijn. Rossello Vleiter ben ik ook blij dat die ook terug is, want die draait nu heel goed mee met Telstar in de eerste divisie van Nederland. En ook natuurlijk Roland Aalberg, die kennen we wel, met een goed schot in de benen. Dus ja, zeker weten. Maar ook onze eigen jongens, ik ben blij dat ze ook weer gewoon in de voorselectie zitten. Serginho Eduard, Miguel Darsson en Bjorn Sandvliet van Robin Hood. Het is natuurlijk vechten en laten zien dat je het niveau aan kan om een plaats te bemachtigen in de laatste 23 die geselecteerd moeten worden. Maar de coach heeft in elk geval een breed arsenaal aan keuze. Ik vermoed zelf dat Charon Sherry en Diego Bisseswar gegarandeerd zijn van een plaats op het middenveld. In de basis, wat mij betreft. Oké, hangt er natuurlijk vanaf hoe er gespeeld gaat worden. Ja. Met welk systeem wordt er gespeeld? Speelt hij met drie mensen op het middenveld? Speelt hij met twee mensen die voor de verdediging staan? Het wordt natuurlijk knap moeilijk om en Bisseswar en Charon Sherry, twee creatievelingen, samen op het veld te hebben. Het is natuurlijk geen onmogelijke taak, maar met twee nummer 10's te spelen zal natuurlijk veel eisen van onze selectie. Maar gelukkig hoef ik die keus niet te maken en doet Stanley Menzo dat. De aanvalslinie. Florian Josefsson, die speelt in de tweede divisie van Frankrijk, is er weer bij. Dimitri Appai nog steeds onder contract bij W Connection. Jamilio Richters hadden we gisteren in de uitzending. Robin Hood, Leo Filo Vleiter, die inmiddels zijn eerste start heeft gehad bij Beitar Jeruzalem. Zijn eerste basisplek en ook meteen het eerste doelpunt. Geraldo Becker, die voordat hij naar Thailand vertrekt nog eventjes moet spelen tegen Bayern München. Yannick Wildschut, die is in een titelstrijd verwikkeld met Shaquille Pinas, die er deze keer niet bij is. En ik zie dat ik een aardje daar ben vergeten achter die CSK Sofia. Leandro Kappel, die speelt in de hoogste divisie van Turkije, samen met Ryan Donk natuurlijk, niet dezelfde ploeg, maar wel in dezelfde competitie. Jaredy Hilterman, een teammate van Dion Malone in de eerste divisie van Nederland. En Mitchell Tevreden is back in town. Hij speelt in Arabië. En hij is natuurlijk iemand die de aanvalslinie zal gaan versterken. Ja, ook een keur aan aanvallers. Coach Menzo zich op dit moment in de handen wreeft, want hij gaat eigenlijk voor het eerst met dit brede arsenaal ter beschikking waar hij uit dus kan kiezen spelen. Overigens, iemand corrigeerde me net, inderdaad, ik zei dat NAC promoveerde, maar ik vergis me altijd, het is altijd een gedoe tussen NAC en NEC. En NEC is vorig jaar gepromoveerd naar de eredivisie, naar de play-offs. Maar goed, dank voor die correctie in elk geval. Het is ik heb gewoon een vergissing gemaakt tussen die twee. Ja, terugkomend op de aanvallers. Dus we hebben het ook al gehad over bijvoorbeeld een Yannick Wildschut en Leandro Kappel, die dus er nu bij zijn. Waarbij dus nu de coach, laten we zeggen, zeker een sterke bank kan maken. Want ik denk dat Gilio Filou Vleiter, Geraldo Becker, die op dit moment een heel erg sterk seizoen draait, dat Menzo, denk ik niet om, in elk geval deze twee, maar stel je, ik bedoel, Jamilio Richters heeft natuurlijk wel tegen Guyana en Barbados een prachtig debuut gemaakt, een droomdebuut gemaakt. Dus ik ben heel erg benieuwd
naar waar men zo voor gaat kiezen, nu hij een voldoende keuze heeft, als je het mij vraagt. Wat zou jij doen, Dion, als je in Menso zijn plaats was? Wie zou jij laten starten, in elk geval? Je put me in een situatie, ja. Ik denk dat Geraldo Becker een gegarandeerde startingspositie verdient. Ik zou Yannick Wildschut heel erg graag in actie willen zien. En misschien ook wel vanaf het begin. En dan wordt het een beetje strijden wie in de punt zit. Maar ik denk niet dat je Leo Filo tekort kan doen. Zeker gezien het feit dat hij de afgelopen periode heel erg belangrijk is geweest. Dus ik heb het gevoel alsof we voor die drie zouden moeten gaan. Met zo natuurlijk op deze manier gaan spelen. Als we met twee spitsen spelen, verandert de situatie natuurlijk. Maar dan denk ik ook weer, wat voor propositie biedt Hilterman ons? Wat gaat hij doen in de spits? En hoe ver is Mitchell tevreden nu? Dus het is moeilijk. Ik heb ze niet zien trainen nog, dus ik weet er nog niet genoeg over om een verstandig antwoord te geven op je vraag. Maar waar zou je focus op zijn? Zou jij nu met meer aanvallers gaan? Dus dan bedoel ik dus de definitieve 23, of met meer verdedigers? Of misschien meer middenvelders? Waar zou jij het zwaartepunt leggen? Ik denk dat als we de vorige wedstrijd mogen geloven, dat we ook gewoon weer 4-3-3 gaan spelen. Ik neem aan dat Stanley best zo goed is opgeleid door Johan Cruijff. Dus ik weet niet of hij mag, of hij anders mag. Nee, dat is een grap. Hij is verplicht volgens mij. Ja, ik weet niet of hij anders mag. Dus ik denk dat het weer 4-3-3 wordt. En dan is het gewoon de mannetjes op hun plek zetten. Maar of er een... het enige is, wat doe je op het middenveld? Maar zelfs dan heb ik het gevoel alsof we met de punt naar achteren zullen gaan spelen. Maar dat moeten we echt nog zien. Dat moeten we echt nog zien. Oké. Ik zie heel veel de vraag binnenkomen. Misschien hebben de mensen een beetje laat ingeschakeld. Waar is Convalius? Nou, als jullie je nog kunnen herinneren, heeft Enzo duidelijk aangegeven in zijn eerste persconferentie dat ploegen die geen club hebben, hij ook niet kan selecteren. En dat is denk ik logisch. Op dit moment heeft Convalius geen club. Hij was bezig, zoals we hebben begrepen, van Brian Tevreden, met een Griekse club, die dus net niet gelukt is. En hij zou mogelijk nu in gesprek zijn met een Spaanse club. Laten we hopen dat Convalius heel snel een club vindt, want het is een talent die we zeker kunnen gebruiken in een nationale selectie. En wanneer het nodig is, zouden kunnen inzetten. Maar dan moet hij dus inderdaad ook zo snel als mogelijk aan de bak bij een club. Daarom was het zo belangrijk bijvoorbeeld dat een Haan snel een club vond, omdat hij anders dan zijn positie kwijt zou raken bij de selectie. Omdat als je niet speelt, dan kun je ook niet geselecteerd worden. Toch? En voor wie speelt hij? Convalius? Je bedoelt een Haan? Ja, we horen het gewoon op de eenvoudige IFK Göteborg, maar het is Göteborg, no? Göteborg. Nog wat andere vraagjes. We hebben dit al een aantal keer behandeld. Waarom Shaquille Pinas er niet bij is? Shaquille Pinas is geblesseerd en hij moet geopereerd worden aan zijn schouder. En ook Sean Kleiber is nog niet volledig fit om deze wedstrijden te gaan doen. Hij is nu al goed bezig met de individuele trainingen om op krachten te komen. En hopelijk zal hij rond, zoals hij zelf in een interview heeft aangegeven, rond het einde van het seizoen kunnen aansluiten bij de groepstrainingen van Ajax, waar hij misschien weer, ook al is het maar op de bank, als hij maar daar kan. Zodra hij op de bank terechtkomt en bij de selectie zit, dan heb je kans op spelen. Dus laten we hopen dat hij zo snel als mogelijk erbij is. Oké, dames en heren, dankjewel voor deze exclusive van de Lucky D-show. Blijf de pers volgen. We proberen zoveel als mogelijk informatie te verstrekken over onze nationale selectie. Dit is het waarmee we het gaan moeten doen. Straks tegen Thailand laten we met z'n allen
als één blok achter deze nationale selectie gaan staan. We spelen de volgende wedstrijd natuurlijk tegen Thailand. En daarna rond april moet duidelijk worden tegen wie we gaan spelen in de Nations League. Dat worden de grote boys en dan gaan we echt getest worden. Maar laten we zoveel als mogelijk achter onze nationale selectie staan. We kunnen eindelijk weer in actie. Daarop hebben we zo lang gewacht. Dus let's make the best of it. Ik feliciteer jullie met jullie nieuwe aanwinsten. Spread the word. Probeer deze video zoveel als mogelijk te liken en te sharen. Het is maar een klikje voor jullie, maar het betekent zoveel voor ons. Dus ik zou zeggen, dankjewel voor jullie aandacht. Als er iets is, kunnen jullie natuurlijk ons altijd bereiken via de kanalen. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Donderdag zijn we terug met de gloednieuwe aflevering van de Lucky D Show. See you guys then. Bye-bye. Een moment nog. We gaan ook achter de informatie over Nigel Hasselbank, want die vraag wordt ook gesteld. Nigel Hasselbank heeft nog steeds geen team, maar we gaan dus ook eventjes natrekken waar hij zit en mocht hij mogelijk aan de bak komen, dan zullen jullie het ook bij ons horen. Yes? Ciao, check. Swai, swai, bye, bye. Tot de volgende week, donderdag, met een gewone, grote aflevering van de Lucky D Show. Hier en alleen hier op Facebook en YouTube. Bye.